gaat er gebeuren. Met de burgemeester die het stadsbond mag geven, gaan wij op kort. Ik maak eruit de voeten, want hier gaat het KPN Eka Marathon 2011 beginnen. Hier is de stadsbond van burgemeester Van der Graaf. En applaus op de wal voor het... Dat zijn de mannen, dan zien we Jan Blokhuizen. Wow, oké, okay. Dan zit in de kant van de rug. En dan is het op 6 seconden met de telefoon. Jan Blokhuizen. Ja, hij zit in die groep. Jan Blokhuizen, ik had het net over het NK Marathon in het veld van 2006. Ja, weet je, waar hebben we gebleven bij ons historisch overzicht? We waren gebleven bij die verrassende titel van Gerry Hekman in het veld in 2006. Die vloer doet Arjan Smit, die het zilver pakt en het rond van Roy Cooper. Toen trokken we naar Nijverdal. Maar Jan, een van jouw grote favorieten, eerst dan Van der Wal, de nationale titelpakt voor Arjan Mommer en Gerry Hekman. Ja, hier in de kopgroep onderweg naar de... En daar kan ook Timmerman. En hier is het nog steeds gewoon Gerwin Smit die het gaat doen. Dus zien we naar voren komen. Daar niemand minder dan Wim Dille. De man van Breeman. Jong mega top. Gerry Hekman en ook van Ian van Zutphen en Rick Smit. Dan is het hier over een klein achterstand. 30 land over de streep. Achterstand inmiddels 31 seconden, Jannes. En bij passage hebben we nog 3 ronden te gaan. 4 ronden te gaan. De Europese marathonkampioen geeft niet op, geeft nooit. Lang van der Zeker beseft hij waar hij mee bezig is. Lang van der Zeker weet hij dat hij straks Nederlands kampioen kan gaan worden. Als hij de boel gewoon heel bij. Ik kan het niet meer zien zeggen. Nationaal kampioen vorige week. Hij heeft het niet gestolen. Solo, de voormalig winnaar van de KPN Inline Cup, wint hier het KPN NK Marathon 2011. Crispijn Arjen! Koning Crispijn de eerste. Wat een fantastische prestatie hier van Christian Marie Berga, zilver en attentie dames en heren. Attentie, want we gaan het van de brons voor Carlo Timmerman, brons. Gerry Hekman wordt vierde. Oeh, lala. En dames en heren, Otterlo heeft getuige geweest van absolute schenking. Aan Ingmar Berga, de Europese regerend kampioen op de marathon. Ingmar, je hebt geknokt voor wat je laat was, met de handen op de knieën, man tegen man. Het was reclame voor de sport. Ja, dat was absoluut. Je weet, Otterlo is altijd een fantastische wedstrijd. Je hebt hier een fantastisch publiek. En altijd gewoon hele mooie wedstrijden met... Ik klap er me vol in vandaag. Ik ben in goede vorm. Alleen, je komt dan op een halve ronde net één keer, maak je een klein foutje. En dan mis je net en dan verlies je wel de wedstrijd door. Ja, dan verlies je de wedstrijd door. Maar het seizoen is nog niet gedaan, Timo. Nee, absoluut. We hebben straks nog het EK in Nederland, waar ook zoveel publiek is. En dan moeten we daar maar proberen te laten zien. Zo is dat. We gaan jou zo meteen zien op het podium voor de Wereldkampioenschappen. Wederom namens de KNVB hier Jaap Kloosterboer voor de uitreiking van de bronzen medaille. De ferme handdruk en natuurlijk horen daar de bloemen in de kustenwijk van Priscilla. Die zal meteen op het podium erbij gaan blijven voor de kussen aan de mannen. Maken we ons op voor het zilver. Hij heeft ons laten snellen. De gladiator, de strijder Pur Sang, de Europese kampioen marathon, regerend kampioen, pakt hier vandaag uit zilver Ingmar Berga. Voor hem ook de medaille namens de KNVB. Voor Tjaart Kloosterboer. De bloemen horen erbij van Priscilla Koning. De vierde kuiten als ze de trap oploopt, jongens. Ja, zeker. Volleybalster, hè? Ja, zeker. Volleybalster. Ja, dat maken wij ons op, dames en heren. Voor een oorverdovend applaus voor Koning Crispijn de eerste. Nummer 1, nationaal kampioen. Goud, Koning Crispijn Arjen.
en dan de Cherif Colore. En vorige week, als we erbij bent geweest, dames en heren, sta je nu nog steeds bij te komen. Laag verliezen was het vorige week op de baan in Heerde. De landingslichten moesten aan voor half lichten al in de buurt. Met een fantastische strijd ook toen tussen Ingmar Berga en Christijn Ariens. En vandaag doen ze nog eens stilletjes over hier in de jubileumeditie van Otterlo. En hebben een fantastisch podium hier met daarbij die gouden medaille voor Christijn Ariens namens de KNVB, namens Sjaap Kloosterboer. Dan de kussen en de bloemen. En komt natuurlijk nog even van Hoorthuizen erbij met die krans voor de kampioen. De kans voor Kroning Christijn de eerste. En dan gaan we het zo meteen laten horen hier als we nog één keer het applaus aanheffen voor deze fantastische top 3 van het KPN NK Marathon 2011, dames en heren. Hier staan Carlo Timmerman, Ingmar Berga en Christijn Ariens. Ja, en dan gaan we nu weer een gezellige boel van maken, Jannes. Ja, ik ga weer...